Scholieren van het basisonderwijs zijn enthousiast wanneer zij de iconen-expositie van de cultuurorganisatie NAC zien. Vandaag brachten de leerlingen van OWS Flora een bezoek aan deze Suriname iconen-scholieren-expositie. De NAC's iconen-scholieren-expositie huldigt 12 Surinaamse iconen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van ons land. Met de expo wil de organisatie ervoor zorgen dat leerlingen kennis maken met Surinaamse iconen en een inspiratie putten uit hun verhaal. Behalve dat de leerlingen van OWS Flora de expositie leerrijk vonden, gaven ze aan dat de expo ze een beter beeld geeft over de geschiedenis. En opmerkelijk is dat zij veel van de iconen konden herkennen aan de hand van hun rol in de samenleving. Meer over het geschiedenis. En ik hoop dat Suriname zo verder doorgaat en dat er meer mensen een held kunnen worden, historie kunnen schrijven. Zodat wanneer ik ouder ben, wil ik ook historie maken voor Suriname. Ik heb geleerd over mensen over vroeger, Anton de Kom. En de vrouwen die de eerste plein die door een vrouw werd bestuurd. En ook over Henk van Vliet, die muziek maakte. Hij is ook op de Suripop en ook op de Spotlight. En ik kijk ook naar, want hij is een heel goede man. En ik hoop dat hij ook zo doorgaat met Suriname, hun talent, hun muziek. En dat Suriname zich ook verder door kan ontwikkelen door deze mensen. Enkele leerlingen gaven ook aan meer onder de indruk te zijn van bepaalde mensen in de geschiedenis. Zo heet het verhaal van Missie Seri, een vrouwelijke tot slaaf gemaakte op de plantage Sinabo, veel aandacht getrokken. Missie Seri werd op breeddadige manier om het leven gebracht door de slavenmeester toen zij geen informatie wilde verschaffen over andere tot slaafgemaakten die de plantage waren ontvlucht. Een leerling vertelt wat haar is bijgebleven van het verhaal van Missie Seri op de expo. Seri was een slaaf en ze had een strenge meester. Hij heette Poussan en hij vertelde tegen die andere slaven dat Seri vergif in hun eten had gezet. En ja, dat Seri vergif in hun eten had gezet. En hij zei dat hij durfde om Seri te vragen wie dat vergif in hun eten had gezet. En toen had hij Seri opgehangen. Had Seri opgehangen en onderin was er vuur. En hij had Seri gevraagd wie het vergif had gezet in het eten. En Seri durfde en zei, ik heb het niet gezet. En had hij Seri doodgeschoten bij haar hoofd. En Seri had een jongen. Seri hoofd genomen bij de politie gebracht. En zei tegen de politie dat een meester Seri dood had geschoten. De NAC's iconen-expositie loopt tot en met december en is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 uur 's morgens tot en met 1 uur in de middag.